Ademuseum Overpelt op de Goede Golf. In deze aflevering heb ik het over luidsprekers als wandversiering. Dit is ook een luidspreker, is heel plat, is in de vorm van een schilderij. Dit is in de tijd door Toshiba geïmporteerd uit Argentinië. En de bedoeling was dat je dit soort luidspreker als wandversiering ging gebruiken. Zo wat ook uit de folder blijkt. Dus op deze folder kunnen we ook duidelijk de speakers aan de muur zien hangen. Maar het grote verkoopargument toen in die tijd voor die speakers was dat je op deze speakers, de buitenkant, deze plaat, is ook de konus. Ik zal dadelijk iets geluid laten horen. Dan kon je dus eventueel zelf een kunstwerk maken, wat je daarop deed bevestigen. Of je kon zelf een schilderij maken, of je kon foto's maken. En het fijne ervan was dat je die daar op kon plakken. De speakers, die kon je aan de muur hangen. Dus je kon dat als kunst aan de muur hangen. Maar er werden ook pootjes bijgeleverd en dan kon je ze gewoon naast de bank op de grond zetten. Ze werden toen in de tijd ook al eens paar, pas in de 70er jaren, verkocht. En dan kon je ze op de hi-fi installatie aansluiten en er kwam dan hi-fi geluid uit. Ik zal het geluid laten horen via dat cd'tje, eigenlijk zonder versterker, dus dat is wat zachter. Dus zoals we zien, kunnen we dit mooi in de kamer gebruiken. Is misschien een idee voor tegenwoordig, want ja, de luidsprekers moeten tegenwoordig allemaal heel klein zijn, heel compact zijn. Maar in Rusland en Japan zijn ze bezig met weer fabrieken op te starten om weer die prachtige buizen te maken. Dat er weer buizenversterkers gemaakt kunnen worden. En dan neem ik aan dat de luidsprekers ook weer naar verhouding weer in maat groter zullen worden.